Ik heb de zuurkool gisteren al gekookt. Dan denk je, zuurkool? Ja, ik had zin in zuurkool. En ik mag toch kiezen. We hebben ook ons gebakje al gehad. En was die lekker of niet? Ja, ja, lekker. Mooi, daar ben ik blij mee. Ja, toch? Daar zijn we gewoon blij mee. Ja, dat ik zo even afstand bewaar en zo. Zo'n anderhalve meter, zoiets. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag moederdag, dus ik wens als eerste alle moeders een hele fijne, liefdevolle, gezellige moederdag. Het is prachtig mooi weer, enkel er is wel een heleboel wind erbij. Maar dat kan de pret niet drukken, het is ook kouder, dus ja, je moet je wel weer een goede jas aan doen. Ja, en we leven dus op 10 mei en het is dus zondag, anders was het geen moederdag. En gelijke cijfers, 13 uur 13, dus 13 minuten over 1. Dus ik wens jullie ook weer welkom bij een nieuwe vlog en we hopen dat het vandaag gezellig gaat worden. Ja, ja. Ik ga nou als eerst even met Rijka wandelen, want die moet er nodig uit. En daarna zien we hem weer. Ruud die komt ook met Bibi. Dus ja, dat gaat gezellig worden. Ik heb de zuurkool gisteren al gekookt. Dan denk je, zuurkool? Ja, ik had zin in zuurkool. En ik mag toch kiezen. Ja, het is tenslotte moederdag. Maar geen gewone zuurkool, nee. Het is kerryzuurkool. Met spekjes erdoorheen, cirkelspekjes in reepjes en ananas. Dus lekker, lekker, lekker. En dan nog lekker rookworst er vanavond erbij. Dus wij gaan lekker smullen. Ja, stamperd zuurkool. Heerlijk. Nou, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ik zei al, Rijka moet er heel nodig uit, dus ik hou het kort. En ik zeg tot straks. Doei! Genieten, hè? Genieten! Ja, lieve vrienden, daar zitten we dan gezellig aan een bakje koffie! Ja, echt waar, hoor. Een bakje leut. Kijk maar, ja. En er wordt al gezegd, een bakje leut. Ja, daar zit meneer. Ja, een bakje leut, ja. Nou, wat al verder dan? Lekker weer vandaag, maar wel een beetje koud. Zeg maar rustig, het waait ontiegelijk hard. Dat je die vlaggenmast gaat, nou, die gaat helemaal dat doen. Jeetje, Mina. Maar oké, we hebben ook ons gebakje al gehad. En was die lekker of niet? Ja, ja, lekker. Mooi, daar ben ik blij mee. Ja, toch? Daar zijn we gewoon blij mee. Ja, dat ik zo even afstand bewaar en zo. Zo'n anderhalve meter, zoiets. 15 meter. Nou, maken we er nog 15 meter van. Nou, ik zit toch bij mijn bureau, dus ja. Komt allemaal goed en daar liggen de twee andere dames. En Bibi is boos? Ja. Nou, valt wel mee. Valt wel mee. Ja, en wat daar? Dus, en Ewen die ligt daar in de stoel. Ja. Die ligt ook lekker te slapen. En wij maken gewoon hier een gezellige boel van. Moet kunnen toch? Ja. Hoeft niet aan, Ruud. Ja, moet kunnen hoor, vandaag. Vandaag kan alles. Ja. Althans, tot op zekere hoogte. Maar Rudy had wat gehoord en ik heb het nagegaan, maar ik had nergens vinden in het nieuws of wat dan ook. Dat we morgen al mondkapjes in de trein op moeten. Het is nog 1 juni. Dat zou pas per 1 juni. Maar ja, kan gebeuren dat omdat gisteren de trein ontzettend vol zat op weg naar Horen toe. Ja toch, Horen was dat geloof ik. Zandvoort. Zandvoort, ja. Ja, mensen weer er waren de mensen, de treinen overvol. Ja, dat kan niet. Ze hebben de trein op een gegeven moment ook laten stoppen en die mocht niet verder. Die mensen moesten eruit. Ja. Ja, toch belachelijk. Denk na, zeg ik dan. Nou ja, dat kunnen een heleboel kennelijk niet, of wel dan? Ja, ik kan tenminste nog nadenken. Ik ga daar niet heen, nee. Maar ja, dan kan ik waarschijnlijk niet meer voor 1 juni naar Den Haag toe naar Karen en Roderick. Maar ja, we wachten het wel even af. Het komt vanzelf wel. En bijzonder beleven. Ruud die had het over kanaal 40. Dan moet je 4-0 doen. 4, juist, goed, zo grote jongen, je leert het nog.
lokaal, regionaal programma. Ach, kijk. Nee, oh, wat erg. Ja, maar ik ken die man ook niet. Rare, vreemde snuiter. Kerk. Ja, en dan zitten er maar 1, 2, 3. Ik zie drie mensen zitten. Maar ja, oké. Okay. We gaan kijken om 4 uur. Nou, we gaan om 4 uur even overswitchen naar kanaal 10. Dus we merken het wel en komt wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is ja, een hele vreemde, rare, grauwe dag. Ik kan nou in ieder geval beter thuis zijn dan wegwezen. Ja, het is geen prettig weer. Het stormt als raket. Het is grauw, het is grijs en het is triest. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor, gewoon ook gezellig thuis maken en alles. Komt het allemaal wel weer voor elkaar. Ja toch? Ze zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer even, en ik heb een schort om, zoals jullie al wel licht al zien. Ik ben bezig de tafel aan het afruimen en dan ga ik eten koken. En ja, ik had dus van Ruud een cadeautje gekregen. Mag ik even, ja? Zet hier maar even op tafel als je wilt. Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel. Zo lief. Tot de duifjes. Lief hè. Maar ook nog om weer dik te worden. Ja. Dus dat zal ik heel voorzichtig opeten. Er zit wijn in. En daar zit wijn in. Nou, dat is lekker. Maar in ieder geval, ik maak altijd eerst de tafel tot zover klaar dat ik daar geen omkijken meer naar heb. En dan begin ik pas aan het eten. Maar ik kan wel de aardappels er zo vast op zetten, maar daar zit te veel water op. En dan moet ook even wat zout op, want ja, we eten stampot en dan moet ik er toch wel zout op hebben. Als ik alleen nog groenten erin bij had. Dan had ik geen zout op de aardappelen gedaan. Nee, dat vind ik niet lekker. Nee. Dus ik mijn aardappel zo met zout. Oeh, bah, nee. Bah. Komt omdat ik ook ooit een keer, dat is vroeger geweest, heel leuk verhaaltje. Toen ik verkering had met de vader van Karin en Harriet van Beek. Hun vader dus, ja. Ik heb er nog een dochter erbij. Maar in ieder geval, die noem ik maar niet op. Maar in ieder geval, die man ging ik samen mee vakantie vieren. Met een tentje. Alles hebben we mee. Behalve zout. Mooi. Je wilt wel eten, toch? Dus maar even het campingwinkeltje. Was die gesloten. En in het dorp was ook alles al gesloten. Dus ja, dan maar aardappels zonder zout. Ja toch? En dan maak ik het maar op een andere manier lekker. Sindsdien heb ik nooit meer zout op mijn aardappelen gedaan. Maar toen kwam ik bij iemand over de grond, over de vloer, en daar bleef ik ook mee eten. En die deed me toch op 4 aardappeltjes een eetlepel zout op. 4 aardappeltjes. Nou, je kan me wegbrengen. Ja, wat vies. Daarom lus ik het sowieso nu niet meer met zout, dan alleen nog aardappel, tenminste aardappelpuree. Maar maak je ook anders klaar, want dan doe je nootmuskaat bij, et cetera. Dus er komt er ook wat zout bij, maar niet zoveel hoor, echt niet. En ja, nou eten we stampot en er moet ook zout in, simpel, dat is het lekkerste. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zal jullie de zuurkool even laten zien. Dat is al gekookt, gisteren al, ja. Dat maak ik alleen nog nu nog warm. Er zit ananas bij in en er zit spekjes bij in. En het is currycirkel. Dus ja, het is lekker, 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 lekker. Ja, dat we laten jullie straks wel eventjes nog zien hoor. Ja. Dus we zeggen, tot strakjes. Zo lieve vrienden, ik sta weer met mijn jas aan klaar om Rijken uit te laten. Ook het tuigje hek alweer om. Ja. En Ruud is dus alweer weg en ik ben helaas vergeten te laten zien hoe lekker het eten eruit zag en hoe mooi en hoe heerlijk, want ik had dekschalen en alles op tafel. Ruud die had niet gegeten, maar laat ik even gelukkig, nou ja, dat zijn jullie niet van mij gewend, maar in ieder geval hij had een flinke bord vol, hij had best gegeten. Dus daar ben ik wel blij om, maar ik heb natuurlijk ook weer over, net zoals toen destijds met mijn vorige gast die niet meer hier komt.
En ja, ik had een hoop afwas. Maar dat vindt vader wel weer. Dat komt morgen wel weer voor elkaar. En daar ga ik nou niet meer aan beginnen, want ik ben het zat. Maar ik moet nou wel de storm trotseren. Ja, storm. Echt waar. De vlaggenmast die buigt helemaal die kant steeds om. Maar ik ben blij, het is aluminium, dus dat kan je er wel tegen. Nou wilt Rijka er lekker even uit, dus dat gaan we even doen. En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle moederdagavond. Moederavond bestaat niet, moederdagavond. Geniet nog van alles met wat jullie aan het doen zijn. Wees lief voor elkaar, houd afstand van elkaar. En blijf vooral gezond. En later van de avond, welterusten, slaap lekker met de mooiste dromen die je wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!